Dat ging tegen al mijn principes in, dus dat is wel een donkere kant geweest. Dit dus niet meer. En toen ben ik zelf gaan ondernemen. Toen ben ik eruit gestapt. Toen dacht ik, nou, ik ga niet meer voor een baas. Dingen uitvoeren, klakkeloos, als een soort soldaat in een leger. Nee. Meer dan twintig jaar aan ondernemerservaring, nu bij ZVD-TV in de bank. Diana Krieger is mijn gast. Diana, van harte welkom. Dank je wel. Ja, meer dan twintig jaar ondernemerservaring, kan ik wel zeggen, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. ja. Um, als ik jouw cv bekijk, dat is, echt dat, is, dat is al voer voor gesprekken. Dat gaan we dus <laughs> ook doen, want die is echt waanzinnig lang. Hè? Maar laten we eens kijken, laten we eens beginnen bij vandaag. Wat ja. ben jij vandaag de dag allemaal aan het doen? Uh, ook weer meerdere dingen, maar ja? nu wel met wel één hoofdding. En dat is een uh, onderneming waar ik nu zo'n beetje, uh, moet ik moet even terugrekenen, hoor, vijf jaar, zes jaar in zit. En dat is een uh, veilig e-mail service. Sovereign Ja. Dat. Klopt. Ja. Hoe ja. moeilijk is het om dat aan de man te brengen? Want, want even, even voor de duidelijkheid... een e-mailsysteem, een, een e Nederlands, veilig... dus geen advertising shit met Google... Exact. en je data weg en blaad. Dat is een beetje de propositie, hè? Ja. Dan denk ik, ja, oh, tof. Maar ik blijf toch bij Google, denk ik dan. Ja. En ik denk heel veel mensen. Ja, nee. Kijk, Google, we zullen ook nooit zeggen... dat wij direct concurreren met Google. Google nee. heeft gewoon mooie producten. Ik gebruik Google zelf ook. ja. Maar uh, wij geloven wel dat er een alternatief moet zijn. En dat alternatief dat zit hem in, eigenlijk in twee doelgroepen. Eén is die consument die zich wel bewust is dat zijn data wat waard is voor zichzelf primair. Ja. En dat heeft wel de afgelopen jaren echt een vlucht gekregen door allerlei incidenten in, uh, in de media. Denk ja. aan Cambridge uh, Analytics uh, en, en andere voorbeelden. Mm -hmm. Um, dus het, zeg maar, waar, waar, toen wij begonnen was het inderdaad heel moeilijk om aan de man te krijgen... dat je moest betalen voor een veilig product en een privé product. Dat is veel makkelijker geworden. Dus die, die argumentatie is, is ja, heb je minder scherp nodig. Ja. Uh, maar wij zitten eigenlijk de laatste drie jaar echt meer op het zakelijk kanaal. Uh, dus uh, in die nou, hosting en ISP-markt, daar is, uh, vindt veel consolidatie plaats. Ja. En daar is ook echt behoefte aan onderscheidend vermogen. Uh, en daar zit privacy wel echt in de sweet spot. Ja. He, dus, dus die, die, die hosters die zoeken naar mailoplossingen die betrouwbaar zijn, schaalbaar, maar vooral veilig uh, om zich te onderscheiden van, van anderen. En bieden jullie dat dan white label aan, of heet het dan oké? Okay. Ja. Ah, dus jullie ja. technologie zit bij een aantal ISP's, zo onder, onder de hoed. Ja. ja, en sommige pushen het ook echt. We ja. hebben het toevallig net. Een hele grote migratie uh, uh, afgerond van mijn domein. Nou, die zie je heel veel op televisie. Uh, en die heeft ervoor gekozen om ons echt als merk ook uh, aan zijn klanten te presenteren. Ah, dus okay. die klanten weten ook dat het van Sovereign is, te mail. Oké, okay. uh, dus dat is een bewuste keuze. En dat dat, dat ja, je, je ziet dat dat heeft dat jaar uh, nodig gehad. Maar er is nu wel momentum. Dus uh, wij geloven er heel erg in dat dit op schaal veilig en innovatief doen, dat dat, dat is wat wij goed kunnen. En ja. uh, daarmee is de markt zo groot, ondanks dat, uh, dat Google daarin inderdaad dominant is, ja, ja. is die markt gewoon ontzettend groot en is ja. mail nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel. Uh, ja. Ik doe al jaren e-mail e marketingconferenties en ja. uh, daar is ook al, al jaren de trots van ja, iedereen roept maar telkens dat e-mail dood is, maar no way. By far, nee, ja. zeker niet. Ja. Hey, nee. En wat is jouw rol binnen dat bedrijf? Nou, ik ben uh, met de, de andere oprichters uh, gelijkwaardig in een team. Ja. Dus wij, wij zijn met z'n vijven. Vijf aandeelhouders met, uh, Vijf ook. aandeelhouders. Okay. Uh, en de rol die ik in het team heb is, uh, laat ik zeggen van, eigenlijk wat je ook in mijn, uh, mijn LinkedIn terugziet, is van aanjager, versneller. Uh, en dat is een combinatie van, van strategie, maar is ook gewoon contact met prospects, klanten, ja. uh, uh, het team. Uh, een stuk cultuur vind ik belangrijk. Dat we, ik werk natuurlijk veel met technisch. Ja. Uh, Hoe groot is het team? Uh, wij zijn nu met, uh, nou, met een flexibele schilder omheen, een man of negen. Oké, okay, wel klein team. Ja, klein team, bewust ook. Ja. Uh, dat zit ook een stukje in de filosofie, dat we eigenlijk alles het liefst willen wegautomatiseren. Dus het liefst zo min mogelijk mensen mm -hmm. uh, in het team. Wel zoveel mogelijk mensen willen helpen, maar niet per se groeien in, uh, in, in FTE's. wat je natuurlijk heel veel in succesverhalen terug. Hoeveel mensen ben je dan gegroeid? Nou, dat vinden wij minder spannend. Wij vinden het spannender hoeveel mail we draaien uh, op een schaalbare manier. Ja. Uh, maar dus, dus mijn rol is, ja, officieel op papier heet ik algemeen directeur. Ja, ja. Maar ik doe het met mijn co-founder samen. Uh, alleen ik pak iets meer de rol naar buiten toe en naar het team. Ja, hoeveel mails gaan er doorheen eigenlijk bij jou? Weet je dat je hoofd? Ja, zeker. Nou, uh, mij ruim een miljoen per dag. Oh, dat is best behoorlijk. Ja. Ja. Uh, ben je fulltime mee bezig? Hier inmiddels kan ik zeggen zo'n dag of. Vier gemiddeld. Oké, okay. daar oh, ja. drie dagen over. Ja, klopt. Exact. Wat doe je dan? Ja, ja. Daar doe ik allerlei andere dingen. Ja. Uh, naast natuurlijk het hebben van een gezin, want dat moet je ook is ook een van de van de activiteiten ja. die in mijn portfolio zit. Ja. Um, nou, ik, ik ben nog uh, actief uh, in een raad van advies bij een uh, detacherings, uh, Team Rockstars brijf, IT. Team Rockstars ook. IT. Ja, cool ja heel leuk. En ja. ja. dat als je het over cultuur hebt, zit ja. ook echt iets unieks. Ja. Er is net een boek verschenen trouwens, van, uh, van Laurens, uh, de oprichter. Ja. Heel tof. Um, en daarbij ben ik nog actief in de ventures waar ik of ooit heb meegedraaid. Hè, dus waar ik me ingekocht heb en een tijd heb gewerkt. Of waar ik alleen maar een, een belang heb, een aandelenbelang. En aan de zijlijn uh, als actieve uh, business angel noem ik het dan maar. Ja, ja. Uh, ook een rol speel. En een stukje in mentoring. Een stuk soms met fundraising meehelp. Um. Dus dat is een keur aan willekeurige activiteiten. Die maar allemaal eigenlijk wel... Hetzelfde hebben uh, om, om, ja, om beweging te creëren en mm -mm. vooruit te gaan, mm -mm. Uh, te groeien. En de, de verbindende factors eigenlijk allemaal B2B-SAAS. Dus allemaal okay. software, ja. allemaal business-to-business. Business. Business. Soms zit er wel een consumentenaspect aan, maar uh, uh, ja, B2B-SAAS is wel wat ik de laatste ik, acht jaar vooral doe. Ja. Laten we eens kijken, uh, want dit, dit laat mooi zien hoe wat voor een ervaren uh, persoon je bent. Zeg maar in de bank. Mm. En dan laten we eens helemaal terug gaan naar het begin. <laughs> wat waren toen ja. jouw ambities in die tijd? Um, dat is een goede vraag. Wat waren mijn ambities? Nou, ik, ik kom uit een ondernemersgezin. Maar dan niet alleen uh, mijn ouders, mijn zus, maar ook ooms, stans, nichten, neef. Oh, Iedereen. Ja. Dus ik was eigenlijk. Echt een, een ondernemersnest. Ja, alleen ik was een beetje het zwarte schaap op dat vlak. Want ik dacht, ja, ik weet nog helemaal niet wat ik wil wat voor baan ik dan wil. Ik wist wel dat ik iets met het zakenleven wilde, iets met, met uh, uh, commercie. Dat was ook wel duidelijk. Maar ik dacht, ik weet het gewoon nog niet. En ik had ook niet het briljante vermogen om, uh, om zelf met een idee gewoon te beginnen. Dus ik dacht, uh -huh. ik ga gewoon ergens werken. En ja. uh, dus mijn ambitie was toen wel, ik ga uh, zo lang mogelijk voor een baas werken om te kijken hoe dat werkt, wat ik leuk vind, wat ik niet leuk vind. En uh -huh. daar heel veel leren. Uh -huh. En als ik het gevoel heb, nu heb ik het wel gezien. Dan, 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 dan hoop ik, ik dat ik dan uh, voor mezelf ga beginnen. Ik wist wel dat ik dat ooit zou gaan doen. Maar ik wist ook dat ik niet het standaardpad zou volgen, als mijn vader gedaan heeft. Die had gewoon een idee. Ja, ik ga computers verkopen. Ga ik gewoon doen. En dat heeft hij gedaan. Maar ik, ik weet niet, ik, ik had het gevoel van: ik moet eerst nog een stukje van de wereld en van het zakenleven zien. Je wist het ook eigenlijk misschien. Ik wist het ook zo. nog niet. En ik ben nog steeds... Uh, ben ik ook door schade en schande erachter gekomen. dat Je hebt gewoon uh, het type ondernemer... die zelf iets briljants bedenkt... en dat gewoon gaat, gaat doen en bouwen. Ja. Van nul naar één ja. of van nul naar honderd. Uh, zo eentje ben ik er dus niet. Dat dacht ja. ik altijd wel. Dat hoopte ja. ik altijd. Maar ik heb geleerd dat ik beter tot mijn recht kom... als ik van een half tot vijf, zes... En heb jij dan de, uh, uh, ik moet meteen aan de, uh, de Ali Nicknames en aan de, en de Molly, een Mol, dat soort types ja. de, uh, denken. Vind je het dan fijn om dat soort types naast je te hebben? Dat jij een soort rol ernaast hebt? Um, of ben je wel zelf? Op een ja, aanjager? ik wil dat hangt, hangt er vanaf. Als ik heb bijvoorbeeld bij een softwarebedrijf waar ik me een aantal jaar geleden heb ik me ingekocht, was toen nog heel klein, ambitie was heel groot. En daar is toen de, ik noem het dan maar even, de visionaire ondernemer, ja. is een andere rol gaan doen. Maar ik ja. ben wel eindverantwoordelijk geworden. Dus als die, die founder uh, een rol in de organisatie heeft en, en nog steeds die kennis en kunde. Uh, uh, wil gebruiken, mm -hmm. maar ook bereid is een andere rol te pakken, dan is dat voor mij de beste combinatie. Wat, wat voor mij niet werkt, uh, ik, wil, ik, ik, ik ben niet de tweede man of vrouw. Nee, 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 ik, wil, ik, wil wel, ik wil achter het stuur zitten, ja. maar ik kan heel goed werken met uh, soms ook wel eigenwijze founders, ja. uh, 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 visionaire founders. Dat vind ik juist heel leuk. Ja. Uh, en ik heb daarvan geleerd. Een mooi voorbeeld is Goodup. Daar ben ik ook ingestapt. Uh, Bart Lacroix uh, wilde uit Goodup, wilde echt iets anders gaan doen. Goodup? Heeft, uh, Goodup is een platform om medewerkers uh, activatie en engagement op. Uh, ja, op, op um, ja, hoe Ze gebruikten heel lang purpose. Maar daarvan hebben we eigenlijk gezegd, ja, dat is een beetje een jeukwoord aan het worden. Mm -hmm. Um, maar het is echt op de kern waar een bedrijf het verschil wil maken. Oh, employee branding achter uh, Ja, en dan, dan wel employee engagement echt. Dus okay. hoe activeer je mensen binnen je bedrijf op de thema's die voor hun belangrijk zijn? Okay, en okay, dat okay. kan diversity zijn, inclusion, maar dat kan ook. Actueel onderwerp. Ja, ja enorm. Yeah. Heel leuk, zijn SaaS platform. Uh, en hij wilde een stap terug, zocht iemand om de leiding over te nemen. Maar ik heb wel een aantal maanden heel intensief met hem samengewerkt mm -hmm. om. ...te leren uh, wat, waar het bedrijf over gaat. Uh, en ik heb nog steeds in die tijd... Uh, ...goede herinneringen dat je met iemand dus heel goed kan samenwerken. Nee. Maar je moet wel allebei bereid zijn die rol te pakken... ...en ja. elkaar erin scherp te houden, anders werkt het niet. Nee. Ik heb het veel gelukkig zelf niet... ...maar ik heb het wel een aantal keer fout zien gaan... ...dat dan het idee was, god, er komt iemand bij... De oorspronkelijke founder blijft eigenlijk op dezelfde positie, maar verwacht dan van de nieuwe persoon wel dat hij de kar gaat trekken, maar bemoeit zich nog met alles. En dan ja, werkt het niet. Dat, nee, dat is het nee. zogenaamde founder dilemma. Dat ja. heb ik te veel ook fout zien gaan. Maar het kan zeker goed werken. Hey, als we naar het cv van jou kijken, dan, ja. dat is echt een hele lange, ja. lange lijst. En ik heb niet eens alles erop gezet. Oh, echt niet? Nee, uh, ja. ik, ik, als we nou, nou, ik zag Amsterdam Capital Partners, ja. Savision. Nou, wij kennen elkaar denk ik van Monster Board nog, wat Klopt. later Monster werd. Ja. Um, als we naar die hele lijst kijken en mensen die geïnteresseerd zijn moeten dat vooral ja. maar even doen dan, want we gaan hem niet van A tot Z doorlopen. Nee, maar wat, we niet. wat waren nou de Pak er eens één uh, een of twee uit wat belangrijke leerscholen voor jou zijn geweest en waarom? Nou, één is wel uh, Savision. En Savision, uh, dat hangt eigenlijk samen met Amsterdam Park Capital. Dat was een klein familie-office uh, die investeerde in technologiebedrijven. Okay. En die had toen het idee van: nou, we, we uh, hebben een aantal ventures. Dan gaan we elke dag in de week één keer naartoe. Dan gaan we het allemaal beter maken en dan gaan we nog harder groeien. Nou, dat werkt niet. Want je moet wel echt, als je een bedrijf uh, uh, wil helpen groeien... dan moet je er gewoon zijn. Ja. Um, en die hebben mij toen gevraagd van... joh, wil je uh, ons helpen bij een van die softwarebedrijven die ze hadden? Dat, dat was Savision. En dat ben ik uh, gaan doen, terwijl dat totaal niet mijn achtergrond was. Dat is infrastructuur, uh, echt hele complexe, uh, internationaal uh, schaalbare software. Uh, ja... Niet waar mijn ervaring lag, enterprise sales, et cetera. Um, dat ben ik gaan doen. En wat ik daaruit heb gehaald is dat als je het team leuk genoeg vindt en de, de, de markt is er en je werkt met getalenteerde mensen, dat je dus ook echt iets in beweging krijgt. Uh, en dat dan eigenlijk voor mij niet heel veel uitmaakt wat het product onder de motorkap doet. Ja. Um, dus dat is een hele leuke tijd geweest. En het is mijn eerste keer geweest dat ik echt met mijn eigen centjes... Me ergens ingekocht heb. En dat, ja, je kan zeggen, Instavision of In die Family Office? Instavision. Ja, ja uh, kijk, als, als ZZP'er freelancer, waar ik daarvoor ook best wel wat jaren een aantal klussen heb gedaan. Tuurlijk werk je dan voor jezelf en is dat ondernemend. Maar ik vind zodra jij verantwoordelijk bent voor het salaris van anderen, uh, dat is voor mij wel een verschil. En voor mij is dat pas begonnen toen ik echt mijn eigen geld ergens ingestopt heb en gezegd. Ja, en nu ben ik onderdeel van het team. Van de ups, maar ook van de downs. Ja. En, uh, dus dat, dat is een echt een. Uh... Echt skin in the game, zeg maar. Ja. En dat was echt dat was spaargeld wat erin ging. Ja, dat was spaargeld. Uh... Of ook leningachtig. Ja, nou ik had vermogen opgebouwd. Waar? Uh... Ja, is een combinatie. Ooit in een reorganisatie waar ik weg ben gegaan, waar een, een, een mooie. Ja, regeling getroffen ja. is uh, en, en gewoon ja, door de jaren heen, gewoon regelmatig geld gespaard, gewoon, de gewoon geld verdienen ja. en geld sparen. Ja. ja, ja, gewoon de ouderwetse manier. Ja, ja, ja. <laughs> en, en vanuit het gedachtegoed, wat ik heel erg van mijn uh, ouders heb meegekregen: van, ja, je moet eerst iets verdienen om het dan weer ergens in te kunnen stoppen en hopen dat dat goed gaat. En dan kan je dat, nou ja, kan dat zeg maar in een versnelling komen. Um, en dat is ook eigenlijk filosofie vanaf toen geweest. Hè? Ik heb ook wel eens gesprekken met mensen gehad. Die zeiden: Ja, maar je kan er ook gewoon ergens op de B-rol... wat ook een ondernemend bedrijf is, en waar je ook eindverantwoordelijk van kan zijn. Maar voor mij is toch is gewoon, ja, gewoon een, een principieel dingetje. Ik wil gewoon inderdaad skin in de game hebben. Want dat, dat had ook kunnen zijn. Want ik vind jou ook een profiel die inderdaad gewoon bij een high-end corporate of zo een ja. directiefunctie pakt. En uh, een gigantisch uh, salaris met eventueel bonusstructuren en ja, noem het maar op. Dat ja. had ook, een, als het zeg maar, even over commercie gaat, had dat ook een ja. route kunnen zijn. Ja, maar, maar daar je... ben ik dan toch net te eigenzinnig voor. Toch wel? Ik heb wel moeite met autoriteit. Oh, <laughs> Hoe uitziet dat? Nou, nou kijk, ik kan, ik kan heel goed, want ik werk nu met, met heel veel eigenwijze mannen, hele leuke mannen. Allemaal mannen. Bijna allemaal mannen. In, ja. het, in het technisch team, uh, zeker. En ook wel uh, bij de andere bedrijven zitten ook veel mannen. Uh, omdat ik in die technische hoek nog steeds veel, veel meer mannen tegenkom dan vrouwen. Um, en het, zeg maar, het samenwerken kan ook een hele Vind ik belangrijk dat je dat gewoon op gelijkwaardige basis doet. Of wie me nou technisch of niet technisch is, het commercieel of niet commercieel. Je bent samen en je moet het samen uh, op de juiste manier weten te verpakken en uh -huh. weten te verkopen. Uh -huh. Maar als het gaat in het bedrijf, heb ik gewoon te vaak meegemaakt uh, dat uh, er leiderschap zit aan de top, uh, die uh, uh, met goede intenties, met minder goede intenties, maar uh, beslissingen door een organisatie heen duwt. Uh, en ik denk dat het bij corporates nog steeds in grote mate zo geldt. Um, en ja, dat, daar was ik gewoon niet sterk in. Dus ik bedoel met autoriteit, dat iemand anders mij vertelt wat ik moet gaan doen. Dan haal je niet het beste uit mij. Dat is ook geen vorm van leiderschap, eigenlijk. Nee, maar dat kom je toch wel nog steeds veel tegen. Ja. En dan wordt het wel mooi verpakt in, in projecten of, of um, nou ja, een bepaald type leiderschap. Uh, bottom line is dat... Uh, Eindverantwoordelijke in zo'n groot bedrijf, die zitten er vaak voor een beperkte periode. Ja. En dus die, die horizon is ook anders. Ja. Die, die, uh... Het is meer besturen dan Het is meer besturen. Ja. En, ik, en ik vind zijn gelukkig wel heel veel positieve voorbeelden, inmiddels. Maar ook veel van die corporates nog heel traditioneel naar uh, shareholder value en, en eigenlijk alleen maar naar de bottomline kijken. Terwijl ja. ik ben ook wel, misschien door schade en schande... probeer ik wel een breder. Vizier te hebben zonder te zeggen dat ik uh, idealist ben, uh -huh. uh, maar ik geloof wel dat uh, ondernemen en op, op een bepaalde manier positieve impact maken dat dat voor mij een belangrijkere drijfveer is dan. Wat, de onderaan de streep, ja, wat onderaan de streep overblijft en het spreadsheet wat daarbij uh, hoort. Ja. Je noemt schade-schande. Als we kijken naar een paar leerscholen, je noemt Savision dan al als, een, als in ieder geval een leerschool waar je, waar je een aantal dingen geleerd hebt. Als we kijken naar de, de schadekant. In die zin, want het zijn altijd mooie ja. momenten waar je veel van leert. Ja. Als we kijken in die loopbaan tot nu toe, wat waren momenten, zeg maar even de donkere uh, momenten. Ja, de, de laatste weinig. fase bij Monsterboard bijvoorbeeld. Hm. Dus dat, dat is voor mij een fase. Ik vind dat nog steeds. Dus het een, de bedrijven uh, waar ik echt in loondienst gewerkt heb, is dit het, het voorbeeld van zo zou je het altijd willen hebben in de tijd dat uh, dat monsterboard nog echt de rebel mocht zijn en ja, go, go go go. Ja, 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 maar dat mocht of, ja. er op een gegeven moment in mijn laatste twee jaar mocht dat niet meer. Toen was er vanuit Amerika matrixstructuur ingevoerd uh, en krijg ik een, een Europese leidinggevende die Amerikaanse was en die dacht dat. Nederland hetzelfde was als België en Europa hetzelfde als Spanje. Um, en wij kregen, het mooiste weet hoe wij kregen een commercial op een gegeven moment te vertalen. Ik zat toen niet meer op marketing, ik was verantwoordelijk voor, uh, uh, voor de Benelux. Um, maar marketingteam moest dan een commercial vertalen. En, ja, dus ik geloof dat het letterlijk werd, uh, het, het, je, je roeping wacht op jou. En nou, toen dacht ik, ja, dit gaat toch echt te ver, Diana hier. Nee, dus toen is bij mij ook de energie eruit gegaan. Uh, en, en, uh, en het was zelfs zover dat ik elke vrijdag een spreadsheet kreeg. Uh, en dat maakte niet uit hoe goed wij het dat kwartaal gedaan hadden. Maar in dat lijstje moest ik op een gegeven moment gewoon namen zetten... van mensen die ik moest laten gaan. Want het, door Europa heen, elke regio moest dan zoveel headcount ja. opgeven. Ja, ik, dat ging tegen al mijn principes in. Dus dat is wel een donkere kant geweest. En dat... Um, was voor mij ook in dat opzicht wel een, een, ook weer een, een lichte kant. Omdat ik daarna dacht, dit dus niet meer. En toen ben ik zelf gaan ondernemen. Toen ben ja. ik eruit gestapt. Toen dacht ik, nou, ik ga niet meer voor een baas dingen uitvoeren... klakkeloos als een soort soldaat in een leger. Ja. Nee. 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 Dus dat, 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 is, dat is een voorbeeld. En er is een voorbeeld recent van een onwijs toffe propositie... waar ik echt met volle overtuiging tijd en geld in heb geïnvesteerd... en echt vanaf het begin mee heb geholpen... Uh, alleen een van de founders uh, viel uit op een gegeven moment door, uh, nou ja, door, door fysieke klachten. Mm -hmm. um, en daarna is het eigenlijk niet meer goed gekomen. En dat, dat die venture is uh, nu ongeveer een jaar geleden ja, is gestopt. Ja, dat is, um, hoort er ook bij. Want je hoort natuurlijk alleen maar de succesverhalen: van ja. uh, alles geweldig en funding en groei. en... En waarom het voor mij een, een, een donker randje heeft... omdat ik nog steeds geloof dat wat, wat er was aan, aan product en uh, aan propositie... dat dat nog steeds uh, een plek heeft. Alleen mm. ja, daar merk je hoe belangrijk zo'n founding team het is. He, het, daar hing het echt aan. Ja, ja. hing echt aan. aan ja. uh, en inmiddels was er ook wel heel veel concurrentie bijgekomen. Dan moet je gewoon een heel stevig team hebben staan... Uh, uh, en voldoende uh, adem, ruimte en tijd hebben om, uh, om het alsnog... Tot een mm -hmm. succes te maken. Maar ik vind het heel zonde omdat ik weet hoeveel energie er van de founders ingegaan is en ook van mijzelf. Mm -hmm. um, en daarmee is eigenlijk de droom van, van twee founders ja, toch wel minder leuk afgelopen dan ze hadden gehoopt. Ja. Dus, uh, nou is dat natuurlijk best in de start-up wereld aan de orde van de dag. Hè? Zeker. Hoort dat erbij, zeg je? Is dat, een, is, is dat goed? Of zou je die, zeg maar, de conversie naar een geslaagd bedrijf hoger moeten zien te krijgen? Nee, ik denk wel dat dat het bij de dynamiek van deze wereld hoort. Uh, hè, want het is uiteindelijk ondernemen betekent risico nemen. En zodra er risico's zijn, kan je er niet van uitgaan dat je die volledig weg kan managen. Eh, nee. Je hebt gewoon met heel veel factoren te maken als ondernemer die, ja, die je maar groot, die, je kan een groot deel beïnvloeden, maar een deel ook gewoon niet. Nee. Uh, en ik denk eerlijk gezegd ook dat het, dat het ook wel gezond is. Dat er, kijk, die ratio is volgens mij nu 1 op 10. Ja, dat is misschien wel wat laag. Ja. Dus voor mij zou ik best naar 2 of 3 op de 10 mogen. Ja. Maar dat, daar, dat er uh, flink wat uh, bewijs en, en uh, noem het grid, uh, zoals we het mooi noemen, voor nodig is om mm -hmm. het te laten slagen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Want ja. we hebben al te veel wannabe-ondernemers die Eens. denken... Ik begin een webshop of... Ik roep dat ik wat bouw, maar ik doe eigenlijk niks. Ik koop alleen wat in. Ja, ik denk dat we daar geen behoefte aan hebben. Nee. En, en als jij zegt nail it, then scale it, hè? Wat ik jou, waarmee ik jou introduceerde. Wat, is, ja. wat betekent nail it voor jou dan? Wat moet je nailen voordat je gaat scalen? Nou, eigenlijk, dat is, dat is, ik weet niet meer uit welk boek ik dat ooit heb onthouden. Uh, is dat je eigenlijk ook dingen moet doen in het begin die niet schalen. Dus uh, waar ik in geloof is dat je het fundament van je, als het over een, een softwareproduct gaat, het fundament goed neerzet. Dus dat je wel al nadenkt wat als het straks hard gaat. En ik heb nu een Excel CRM. Is dat handig of moet ik gewoon die paar euro in, in, systeem, uh, whatever, in een nek. mooi, goed systeem? Daar geloof ik in. Maar ik geloof ook dat je dingen moet doen uh, die nog niet per se gebouwd zijn uh, uh, of schaalbaar zijn, om te ontdekken of hetgeen wat je bedacht hebt of dat ook echt klopt. Dat mm -hmm. bedoel ik met nail it. Dus ja. eerst fake it until you make it. Mm -hmm. Daar kom je ook veel voor mm -hmm. of tegen. Um, en dat betekent niet dat je je klant een fake oplossing verkoopt. Maar je kan wel kijken, is hetgeen wat ik bedacht heb... Um, is dat hetgeen waar ook echt de pijn zit en waarmee ik een klant help... Ja. En ik heb te vaak uh, door al die jaren heen gezien dat hoe briljant het idee ook is, maar dat het gewoon niet genoeg de pijn oplost. No pain no gain kunnen we ook zeggen. Zeg maar. Dus Absoluut. als de pijn niet hard genoeg is bij jouw toekomstige klanten, dan uh, ja. gaat het niet werken. Ja en ook, kijk, voordat je heel veel tijd stopt in iets tot de perfecte beta te maken. Het is zonde van de tijd. Want mm. je moet uh, maak het heel klein. En als dat werkt, is het, is het uitbouwen, het, het schaalbaar maken. Uh, ja, dat is dan niet meer de grootste uitdaging, dat klinkt ja. raar, maar je moet eerst zorgen dat je echt gewoon weet, wat is dat stukje wat ik oplos uh, en wat is daar in de basis voor nodig. En al jouw klanten, zeker als ze weten dat je begint, weten dat dat nog niet helemaal af is. Maar als je wacht tot het af is, ja, dan weet je zeker dat je de plank mislaat. Is het, en, het, ja. en is een start-up route altijd de juiste route? Of kun je ook gewoon de klassieke route pakken van, eh, zoals jij eigenlijk zelf ook zei, hè, van gewoon uh, een bedrijf starten, zorgen dat je facturen kan versturen, winst maken, de winst weer investeren en een stapje groter groeien. En het eigenlijk zelf doen, in plaats van als een start-up meteen uh, de miljoenen naar binnen harken en uh, keihard groeien. Ja, maar voor mij zijn die, hoeven die twee ook niet, niet iets verschillends te zijn. Want ik heb ook... Uh, uh, bij, bij bijvoorbeeld bij Sovereign doen we het gewoon op eigen kracht uh -huh. dus, uh, uh -huh. dus een feit is dat we hebben er eerst heel veel tijd en ons eigen geld in gestopt. en we zijn nu bezig om daar de, de vluchten, vruchten van te plukken uh -huh. uh, ik denk wat in Nederland heel erg uh, overheerst is dat je je leest meer over startups en hun fundraise efforts en successen dan over de successen van welke problemen ja. die startups hebben opgelost en ja. hoeveel ja. gebruikers ze blij maken ja. um, Fundraising moet het middel zijn en niet het doel. Ja, maar ja, er zijn genoeg kanalen die ik zelf ook gewoon ook met interesse volg, uh, maar waar wel heel veel accent zit op ja. um, hoe succesvol iemand is in het ophalen van geld. En dat dat bijna een grotere prestatie is dan een bedrijf. Ik ken heel veel mooie bedrijven, uh, waaronder die van mezelf, maar gelukkig ook heel veel daaromheen, die ontzettend mooie groei laten zien. Een heel mooi bedrijf zijn. Mooie banen bieden aan, aan een leuk team die waar je niets over hoort. Maar nee. die gewoon wel echt nee, maar... problemen oplossen. Die ja. winst draaien. Maar die... Vertel mij wat, dat is natuurlijk de reden waarom ik CVD run omdat, uh, weet je, omdat er zoveel prachtige ondernemersverhalen in Nederland ja. zijn... Die, uh, die gewoon gave dingen doen. Ja. Uh, waar en die je daar... hoor je niet op nee. de podia waar, nou ja, waar, waar, waar ja. uh, nou ja, veel aandacht voor is. Ja. En, en dat is prima, want die vinden dat ook niet zo belangrijk. Dus die gaan toch, doen toch wel hun ding. Ja. Uh, maar ik geloof, ik geloof er juist in dat... Ik geloof niet dat elk bedrijf de next unicorn of de next zebra... Of hoe je het ook noemt, kan zijn of hoeft te zijn. Nee. Je kan ook gewoon zeggen, zoals mijn vader altijd gezegd heeft... Ik vind het gewoon heel fijn om een eigen bedrijf te hebben en daar uh, de koers te kunnen bepalen, met een team mooie dingen te kunnen doen ja. en daar gewoon goed van te kunnen leven. Punt. Ja. Dat kan, en, hè? En, dat kan. Ja, ja dat ja, kan. Ja, ja, ja. Ja. Hey, ben jij vermogend? Vermogend, nou ik, ik ben geen... Uh, 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 ik kom niet in de quote. Nee, dat had Quote nee, 500? Die rente al weet je niet. Nee, die nee. had ik net niet. Maar ben je financieel onafhankelijk? <laughs> ja. ja, ja, dat ja, ja. Wel. Dus je werkt ja. voor je lol. Dat ik deed werk. Al. Uh, dat deed ik altijd al. Ja, ik heb ooit gedacht, nou, misschien moet ik nu gewoon even minder gaan doen. Maar dat kan ik helemaal niet. Nee. <laughs> heb ik twee maanden volgehouden, geloof ik. En toen dacht ik, nee, nee dat, dat zit er ook in. Mijn vader is nu uh, 78. Die is nu uh, aan zijn... Uh, de, de, de collega met wie hij al van het begin eigenlijk werkt, die een stuk jonger is dan hij... Is hij nu afspraken aan het maken om, uh, om het een beetje over te dragen. En zijn is 78. Ja, ja. Ja. Dus dat, uh, en dat zit er zo, in. vader zo dochter absoluut op dat ja? vlak wel. En heb je wat voor plannen heb je voor de komende jaren? Uh, dat is een goede vraag. Want zo, ik, ik ben niet zo'n enorme planner. Ik, ik doe veel op intuïtie. Uh, ik weet wel dat ik bij Sovereign uh, nu voel dat we echt uh, ja, momentum hebben. Dat vind ik heel tof om dat, om dat uit te bouwen. Dus dat wil ik blijven doen. Mm -hmm. Ik wil andere ondernemers blijven helpen. Dat zijn dan vaak ondernemers bij wie ik betrokken ben. Uh, omdat ik een klein belang heb genomen. of ze op een andere manier helpen. Mm -hmm. Dat wil ik heel graag blijven doen. Dat doe ik via verschillende vehicles. Soms gewoon vanuit mijn eigen netwerk, maar soms is het van NL Groeit. Uh, of uh, bij de Next Women hadden ze een, uh, een heel tof programma. wat vrouwen financieel weerbaarder uh, zou maken. door hun financiële kennis uh, op te vijzelen. Dat soort dingen vind ik heel leuk. Wil ik blijven doen. Mm -hmm. Um, ja, maar ik denk dat, dat uh, wat ik leuk vind is, ik ben nu betrokken bij een nieuw initiatief om uh, meer, ja, dat heet zo mooi regeneratieve start-ups dus echt start-ups die echt iets terug gaan geven aan, uh, aan het planeet en aan moeder natuur, in plaats van ontnemen en uh, net neutraal, uh, okay. neutraal uh, ja. um, dat vind ik heel leuk om daar mee vast te gaan bijten, om, om uh, om daar hopelijk over een paar jaar echt meer van te weten. Want er zitten natuurlijk mensen in die dat ook al heel lang prediken en, en daar vol in zitten. Voor mij is dat een, uh, ja, een nieuw domein, maar ik vind het wel int interessant om er meer van te leren. Ik ben wel heel erg van, ik wil, uh, ik wil eerst eens meekijken en, en, en klein proberen. Eigenlijk mini-startup, mini up lean en mean startup mm -hmm. methode. Uh, dat doe ik ook bij nieuwe dingen die ik zelf doe. Dus ik, ik uh, ja... Ja, om van daaruit eigenlijk te kijken wat, uh, wat kun je daarmee bereiken en is dat misschien dan over vijf jaar waar ik het meest in doe ja, ja. en heb ik dan misschien de SaaS wel weer meer losgelaten en, en zit ik dan meer op de regeneratieve impact kant wel met technologie dat dat is wel, wel de rode draad blijft wel technologie ja, ja dat wel ja nou ja die, die rol wordt niet kleiner de komende jaren van technologie in ja. uh, in, in de wereld zo ja zeggen. dat blijft ja ja, ja. Um, ik wens je daar heel veel plezier in uh, en heel Dankjewel. veel uh, succes. Ga je kids ook ondernemen, denk je later? Dat is een hele goede. Uh, ik, ik vermoed de oudste wel, omdat hij nu al overal over onderhandelt. <laughs> <laughs> en hij heeft al een aantal uh, kleine businesses. Dus hij heeft op een gegeven moment Amerikaans snoep ingekocht via ah, ja, in Marktplaats. En dat is hij dan aan het scholieren aan het verkopen. Dus okay. Het was wel net over datum. Dat heb ik wel gezegd dat ik dat erbij moet vertellen. Maar nee, dus ik vermoed dat daar wel het ondernemen in zit. Maar misschien kiest hij wel een vergelijkbare route als zijn moeder: dat hij toch ja. ook ergens eens gaat kijken. Het hoe werkt leren. het eigenlijk in de wereld? Ja. Maar misschien ook niet. Ik kan het niet voorspellen. We gaan het zien. Nee, we kunnen heel weinig voorspellen. Gelukkig maar. Precies. Uh, ja, Diana Krieger, nee. dank je wel voor dit dankjewel gesprek. Dank je wel, jij ook. En uh, dank je wel voor het kijken naar weer een prachtig ondernemersgesprek hier op CVD-TV. Um, heb je zitten luisteren naar de podcast? Uh, abonneer je dan op CVD-TV. We hebben twee nieuwe gesprekken per week. Allemaal over het prachtige ondernemerschap uh, hier in Nederland. En zit je op YouTube te kijken, ook daar twee nieuwe video's per week. En hieronder kun je abonneren voor nu. Dank je wel voor het kijken of dank je wel voor het luisteren. Hoi.